Dit is de 42e editie van het Pinksterfeest van Kleerster. Het is officieel zendingsfeest van Kleerster. Het is van oorsprong bij de zendingsfeest in van Kleerster, dat was in 1873. Nou, het is jaren dat dit noordelijke zendingsfeest was, dat wie in Assen, Groningen, maar ik wel in van Kleerster, Oranje Woord wel. Sinds de oorlog is dat eigenlijk deerbladen, toen na de Tweede Wereldoorlog wie dat eigenlijk gebeurd. En in 1972 is het eigenlijk weer opzetten hier in van Kleerster op een nieuwe stijl, mooi de Pinksterdagen. De oorzendingsfeesten wie in het hele Jeroen wel, die win ik wel in augustus, in september wel. Maar nu is het elke keer met de Pinksterdagen. Wat maakt dit zo mooi? Ja, de saamhorigheid en de blijdschap onder de mensen en toch het werk van God zijn. Of bezig ben ik, iedereen die is blijmoedig bezig. En iedereen is het wat voor het weer uitpraat. Natuurlijk, een meisje binnen, daar is ik wel iets. Dus dat maak ik voor het weer uitpraat. En ja, het rent als een trein. Het is gewoon fantastisch om het te doen. De Funklooster is een heel naai onderdeel. Er zijn een paar jonge dames die hebben dat opzetten. Die kwamen mooi uit verzoek. Ja, het is echt gericht op tieners. Tieners van 10 of 12 jaar tot 24 jongeren. Die hebben hier een beetje een modern programma om samen te zeggen. Ja, er zijn verschillende sprekers, er is een DJ bij, er is een band bij. Het is echt geen Johannes de Heermuziek om samen te zeggen, maar wat voeler, wat steviger. Ja. Echt op een jeugd richten. Er is een klimband bij, er zijn workshops bij, er is een zeebaan bij, ik vertier. Maar ik een wutsje erbij, een muziek erbij. Heb je nou als organisatie ook nog grote wensen? Waarvan het je zegt, nou, daar wil wij ooit nog een keer heen met de Pinksterfeesten? Nee, net grote wensen. De lijn ben wel om een beetje meer de jongeren om te spreken. Van oorsprong is het Pinksterfeest van Kleerster iets van de, ja, dit in de boeken van de families, van de gezin, van de iets ouderen. Ik een beetje de jongeren meer bij ons spreken. Dat is wel de bedoeling. Ben ik hier de laatste 4 jaar denk ik dat ik hier ben. Ja. Ja, en doet hij? Ja, ik kom hier elke keer. Ja. Waarom kom je hier elke keer? Nou, ten eerste, het is Pinkster en hier wordt het Pinkster viert. En uit allerlei tjerken ik. Het is saamhorig. Je delen dingen met elkaar, je hebt goede gesprekken over het geloof met elkaar en dat die verbinding van Jezus hier is en dat vind ik heel bijzonder. Ja. Doetie, wat vind je het allermooiste van de Pinksterfeesten? De eenheid, dat het geen tjerkenmorgen bent.